Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta weer even bij de schuur. Even de scooter eruit halen. Want ik ga even richting het winkelcentrum in Broek op Langendijk. Om even lekker een tosti te eten daar. Oh. Ja, die zijn lekker daar. Oh. Ga ik daar even halen, zeker. Dus dat ga ik nu even doen. Even de scooter uit de schuur halen. En hem even buiten zetten. En ga ik die kant even op. Zeker wel. Zo, die is er klaar voor vertrek. Even de schuur weer dicht. Uiteraard. Zo. Nou, even plot is ook wel handig. Ja. Yeah. Dus je wil niet zo heel veel uithalen. Maar ja, je weet het maar nooit. Hè. Dus even plot ook. Zo. En die zit er vast. Zeker wel. Dan kunnen ze dat wat erin legt in ieder geval niet weghalen. Het is wel niet heel veel, maar ze kunnen het niet weghalen. Daar gaat het om. Even die scooter gaan buiten zitten. Nou, ik kan veel zeggen, maar ik heb er volgens mij goed weer bij. Ja, het ziet er mooi droog uit buiten. Dit is wat anders dan de laatste tijd. Zeker wel. Ja. Het is nog wel fris, maar in ieder geval droog. Kijk, dat vind ik een groot voordeel. Dat fris is vind ik niet zo erg. Even die scooter naar buiten. Uiteraard de hele boel weer even afsluiten natuurlijk. Zeker wel. Nou, dat gaat makkelijk. Zo. Daar hoef ik zelf weinig aan te doen zo. Nou, ik hoef eigenlijk niet te kijken of hij het nog doet. Want hij doet het gewoon. Ja hoor, dat gaat gewoon goed komen. Het zit altijd mooi binnen 's nachts, dus dat zit wel goed. Ja hoor. Helemaal top. Even richting Broek op Langendijk. Nou, ik moest iets meer mijn best doen om een plekje te vinden. Maar ik heb hem gevonden hoor. En hij staat vast. Zeker wel. Nou even in het winkelcentrum gaan kijken. Ja, het is natuurlijk zaterdag hè. Staat hier een stuk voller. Door de week is er veel meer plek. Maar goed, er was er eentje. En die vond ik. Hé, de vorige keer was dit nog een draaideur. Maar nu dus niet meer. Nu is het schuifdeur. Nou ja, die gaat ook open. Ja, het is echt zaterdag. Het is een stukje drukker in het winkelcentrum hier nou. Zeker wel. Ja hoor, weer ballonnendecoratie buiten. Eens even kijken hoe het in het restaurantje is. Dan zal het ook wel drukker zijn, denk ik. Ik zou wel iets moeilijker een plekje kunnen vinden, denk ik. Maar goed, we gaan het even zien. En daar hebben we hem aan de overkant. En het lijkt erop dat hij redelijk vol zit. Eens even kijken of we een plekje kunnen vinden. Pas gelukt. Ja, ja. Ik ben hier bijna vaste klant. Nou, het zit nou wel aardig vol. Nou ja, we gaan eens even kijken. En toen zat er dus helemaal vol. Nou ja, ik moet ervan wachten dat er wat mensen weggaan. Komt vast nog een plekje vrij hoor. Zeker, gaat niet heel lang duren hoor. Komt helemaal goed. We wachten het gewoon even af. Nou, ik zit hier ook al mooi zo in het winkelcentrum. Ja, wat ik al zei, als je gewacht, dan heb je wel in. Ja, dan komt er zelf wel een tafeltje vrij. Nou, die kwam er dus net. Helemaal mooi. Nee, eerst even doorroeren. Even de hele zooi erin. De melk en de suiker. Ja, dat gaat weer smaken. En nog een koekje erbij. Helemaal top. Geen groot koekje, wel een lekker koekje. Lekker, daar gaat het om. Hè. Ja. Maakt wel perfect. En dat bakje ook natuurlijk. Jawel, eerst even een lekker bakje koffie. Smaakt hier ook altijd erg goed. Zeker wel, ik vind een goed bakje. Koekje erbij, helemaal top. Ja, en dit is het hè, waar ik voor kom. De tosti. Ja, die smaakt hier erg goed. Beetje rauwkorst erbij, ketchup erbij. Ja, die gaat er weer in. Zeker wel. En toen was hij weer op. Ja, en hij was weer helemaal geweldig. Zeker wel. Zoals altijd hier. En een bakje koffie ook. Ja, het is goed te eten. Ik eet hier zeer regelmatig, dus goed te eten hier ook. Zeker weten aanraden dat je met winkelcentrum in Broek op Langendijk komt. Ja. Het is trouwens verder ook een prima winkelcentrum hier. Ja hoor. En ik zit hier lekker.
En toen stond ik weer buiten. Nou ja, tenminste, buiten het restaurant, hè, hier ook. Ja, want ik sta nog wel in het winkelcentrum. Ik moet natuurlijk nog echt naar buiten. Dat is nog even een stukje lopen. Tot de voormalige draaideur. Want daar hebben ze nou een gewone deur voor gemaakt, zag ik net. Ja, deze man ken ik. Ja, dat is de kerstman. Ik wist alleen niet dat hij zo groot was. Tjonge, jonge, jonge. Hé, joh. Een grote vent is dat, joh, die kerstman. Echt wel. Ha! Ja, wat ik al zei. Ze hebben van de draaideur een schuifdeur gemaakt. Ja, zo ken het ook. Ik weet niet wat er nou per se handiger was, maar in ieder geval het kennen alle twee. Ja, de draaideur is nu een schuifdeur in het winkelcentrum van Broek op Langendijk. Winkelcentrum Broekenveiling. En dan kom ik weer buiten bij de scooter. En dan is er eentje die zijn fiets zo ongeveer met het stuur tegen mijn voorkant aangezet heeft. Ja, dat zal niet veel schelen. Ja, dat scheelt heel erg weinig dus. Ja. Ja, en het waarom, dat vraag je je dan af, hè? Ik bedoel, want mijn scooter staat in een vak en er staat hier ook een fiets naast en die staat ook nergens tegenaan. En daar zetten ze dan twee fietsen in neer en nou ja, die staan zo ongeveer tegen die van mij dan, man, die ene. Tjonge, jongen. Maar ja, die mensen hou je ook. Je hebt ze helaas, ik moet hem even op een beetje alternatieve manier uit het vak vandaan halen, zodat ik geen schade aan het voorkapje krijg. Nou, het is gelukt. En zonder kras op mijn voorschermpje, gelukkig. Ja. Het was even een werkie, maar het is gelukkig in ieder geval. Ja, ja, die fiets heb hem niet zo sociaal neergezet. Maar ja, die mensen heb je ook wel eens. Ja, het is hier nu al aan het dooien. Maar het is nog best wel fris geweest, hoor, die in Langendijk. Want ik bedoel, het legt hier gewoon ijs. Ja, je kan er niet op staan. Lang niet natuurlijk. Maar het legt er. En het legt nog redelijk dicht ook. Ja. Dat betekent dat we nog best wel gevroren hebben hier ook. Ja, toch dicht. Ja, en dat voor begin december. Gebeurt niet heel veel, hoor. En we staan even voor de deur in Zuid-Gewoude. Met allemaal kleine kerstboompjes voor de deur. Ja, die worden ook veel verkocht op het moment hier. Ja, en hier hebben ze wat kleinere modelletjes. Ja, die zijn ook leuk. En ik ben weer even aan het zoeken naar wat ik zoek. Nee, dat is dit keer geen kerstversiering. Dat heb ik natuurlijk al. Even wat te drinken. Eens even gaan kijken. En dan staan we weer bij de deur. Met weer kerstversiering. Ja, ja. Altijd wel leuke kerstversiering. En buiten is het fris. Ja, ja. Maar goed, ik heb weer wat ik hebben moet. Een beetje chips en een beetje drinken. Ja. Komt helemaal goed. En we hebben het hier. En we kunnen weer op huis aan. Nou ja, dat is hier vlakbij. Dit is Zuid-Gewoude. En dat daar aan de overkant is Noord-Gewoude. Ja, joh. Was het altijd maar zo vlak bij elkaar. Hé, perfect. Maar ja, soms moet je wel eens wat verder rijden. En toen was ik inmiddels weer thuis. En dat betekent dat het ook weer het einde is van deze video. En ik ga niet meer zeggen, tot de volgende.